Goedendag, welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag gaan we even lekker gratis uit eten. Op kosten van mijn moeder. Die nu al bij de... Waar sta je? Bij het varkensvlees staan. En wat had je gepakt? Oh, rundvlees had je al gepakt. Rundvlees en een paar kleine stukjes varkensvlees. Ja. En Paul, die rent gelijk naar de vis, denk ik, of niet? Jij zit aan het stokbrood vast? Oké. Ja. Ik vind mijn koeien graag. Oké, nou, dan ga ik ook even lekker wat heerlijke dingetjes uitzoeken. Want er is genoeg te eten bij de Gouden Wok. Op de Zuiderparklaan in Den Haag. Jij doet er nog even wat paprika bij, zei je? Champignonnetjes, paprikaatjes. Paprika voor de eerste ronde. Ja, precies. Dan ga ik nou toch ook even maar wat pakken. Want dat zei ik net dat ik dat ging doen. Dus dat ga ik nu even wat doen dan. Dit is alvast Paul zijn eerste portie. Maar ik ga toch voor de wok in eerste instantie. Paul is alleen nog even drinken halen nu. Zo, ook mijn eerste portie. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. En jij bent al even bezig, hè? Ik ben nog even bezig. En Paul is al klaar met zijn eerste bord, maar die had alleen kant-en-klaar buffet. Dus dat scheelt. Ja, Jolanda die heeft nu lekker kant-en-klaar gaat ze kopen, pakken. Kant-en-klaar, inderdaad. Meestal de tweede ronde en verder eventueel. Ja. Dat is denk ik witte rijst, zo te zien. Ja. En dan gaan we naar de bruine nasi, want daar staat er wel vegetarisch bij. Oh, nou, dat is ideaal dan. En ik vanoeg het bij de rest niet. En dat vind ik heel eigenaardig. Ja, dat is wel, dat zou je verwachten dat het... Oké. Ja. Oh, een paar frietjes. Oh, lekker frietjes. Oh, die had ik net ook erbij. Dat is waar. En dat is satésaus. Ja, daar hou je niet van, hè? Nee. Dat zou je er net vast niet bij gehad hebben. Nee. Ik vind dat zo lekker. Goed. Eet smakelijk. Ik weet niet of ik het net goed heb gezegd. Want de wok zit zeker niet op de Zuiderparklaan in Den Haag. Ik dacht even dat ik dat per ongeluk gezegd had. Maar het is gewoon Gouden Wok Zuiderpark in Den Haag. En hier het telefoonnummer en de website. Voor informatie. En wat heb jij nu gemokt? Komkommer, zei je dat nou? Ja. En is dat eten? Ja, het is echt lekker. Ik vond het heel erg mee. Oké. Vergeet ik toch zomaar mijn derde gang te filmen. Maar dat geeft niet. Ik zit al heerlijk te genieten. Het is al bijna op. Jij gaat aan je toetje beginnen. Ja. IJs had je zo te zien. IJs en wat persieken. Ja, en je hebt chocolade en aardbeienijs en slagroom zo te zien. Ik heb vanilleijs. Ja, dat zei ik. Oh, vanille ook nog. Oké. Oh ja, vanille, chocolade, aardbeien en slagroom. Nou, zullen wij dan ook maar eens gaan kijken of we wat kunnen vinden? Ja, laten we eens even kijken wat er... IJs, hebben ze niet veel keuzes meer tegenwoordig, maar vier schat. Zo, mijn toetje. En jij hebt appeltaart? Ik heb een klein stukje appeltaart met wat slagroom en twee slagroomsoes. Oké, lekker. Nou, terwijl mijn moeder alweer druk met de telefoon bezig is, zeg ik bedankt weer voor het kijken, het volgen en het delen. Doei doei!